zelf verwarmen, de temperatuurinstelling. Zul je zien dat er gas nodig is van de DHA. We zetten een Longjing, dat is een van de beroemdste goede DHA in China. De allereerste auto's gaan naar de regering van China. Ook het onderricht bij. Maar goed, hij is heel lekker fris en grassig. Zelfs een van mijn favoriete delen. Ik ga gebruik maken van Spa Blauw. Dat is een mooi puur water aan het begin. Zacht. Arm aan mineralen. En nu is het ook zo dat je het oorspronkelijk thee het beste kunt zetten in het water uit het directe omgeving van de, waar de thee moet groeien. In het geval van de Longjing is dat vlakbij een meer. Lekker water op een Tiger Spring. Kenmerk voor die. Voor dat water is het een relatief hogere mineraalgehalte, omdat het wordt gesteend geschreven. Dus om dat verder na te bootsen, maak ik gebruik van houtskool, van bamboe. Het heeft de eigenschap vooral om weinig te kraanwater te zuiveren, als het ook niet dat komt. Maar het is ook rijk aan mineralen. Het is goed dat tijdens het koken van deeg toe aan het water niet heel veel tijd weet. Ja, zo doen we het oorspronkelijke water zo veel mogelijk te kraan. Thank you.
Felice cacao. Ik vind dat een mooie idee. Kijken wat de geur en de smaak van het duur al heeft. Eventueel stof verwijzen. Hiermee gaat de thee ook al een beetje op. De lekker smaak van thee komt eigenlijk niet direct vrij. Het is meer een grafiek idee. Dus jullie kunnen een pak aan de bovenkant van de grafiek. Opgaande lijn in dit geval weg te gooien. Thank you.